die gaat dan met zijn schoonmoeder les. Want dat is ook wel best gek misschien. Dus toen heb ik mijn dochter gevraagd van, oh, die hoort alleen maar klets, bam. En ja, daar lag ik. Ja, anders blijf je denk ik altijd je afvragen wat alles. Welkom bij een nieuwe vlog van Irma Knol. Irma Knol, dat ben ik. En ik ga zometeen op bezoek bij Monique. Samen met Gert gaan we op de motor naar Winschoten, waar zij woont met haar man Rijnt. En zij is ook op latere leeftijd begonnen met motorrijden. Ze heeft nog niet zo heel lang haar motorrijbewijs. En zij wilde ook graag haar verhaal vertellen en dat vind ik superleuk. Ik heb haar op een hele bijzondere manier leren kennen. Ga ik straks vertellen of zij, dat is nog leuker. Maar we gaan eerst op de motor er naartoe en dan hoor je haar verhaal. Ik wil direct even vertellen dat dit het laatste verhaal is van de reeks uit de motorrijders die op latere leeftijd hun motorrijbewijs hebben gehaald. Ik denk dat ik een paar ontzettend verschillende verhalen heb gehoord van motorrijders, zowel mannen als vrouwen. De een die nog bezig is met motorrijden, de ander die het nog niet zo lang heeft. We hebben natuurlijk vorige keer Jort gehad die de hele wereld rondreist. En de allereerste was de opa van Tristan, die ik heb leren kennen toen hij nog een Harley had. Bij de clipshoot van Tristan Jones. En die ook een heel leuk verhaal had. Die heeft heel lang zonder rijbewijs gereden, maar dat is heel lang geleden. Dus ja, ik vind het zelf een ontzettende leuke reeks geworden. Ik hoop dat jij het ook vindt. Het is niet de bedoeling dat ik alleen maar interviews ga doen over allerlei onderwerpen. Maar ik vind het zelf wel heel erg leuk om af en toe mensen hun verhaal te laten vertellen. Dus dat zal ik toch in de toekomst af en toe blijven doen. Maar ook mijn weekvlogs blijven gewoon komen. Mijn kookvlogs, misschien ga ik nog wat bakken binnenkort. Nou ja, het worden verschillende vlogs. En ja, de een vindt dit wat leuker, de ander vindt dat wat leuker. Laat het maar gewoon weten. En ik heb in ieder geval gemerkt dat er toch een aantal mensen zijn die het wel heel erg leuk hebben gevonden. Dat ik mensen heb geïnterviewd over het op latere leeftijd beginnen met motorrijden. Dit is dus de laatste uit de reeks Winschoten. Een stukje naar boven bij ons. Ik woon in Assen, zij in Winschoten in Groningen. En we gaan nu op de motor weg. En ik heb er enorm veel zin in. Ik ken haar dus een heel klein beetje. En dan gaan we straks vertellen. En ik hoop dat ze de koffie klaar heeft. Tot zo! Ik ben aangekomen bij Monique. En Monique woont in Winschoten. Ga straks natuurlijk haar motor bekijken. Maar het is een heel bijzonder verhaal hoe ik Monique eerder heb ontmoet. En dat vind ik zo leuk, maar dat ga ik zelf niet vertellen. Dat laat ik Monique mooi doen. Dus ze zit er helemaal klaar voor. Natuurlijk heb ik een kopje koffie. Want ja, ik ga nog steeds niet zonder koffie. En daar is Monique. Hallo. Hi. Monique, ik vind het allereerst superleuk dat je mij een berichtje stuurt. Dat je mee wil werken aan de video. Vind ik echt superleuk. Ja. Wil jij vertellen hoe wij elkaar ontmoet hebben? Want wij hebben elkaar al eerder ontmoet. Ja, ja, zeker. Ja, ik denk 2 keer al zelfs. Klopt. En de eerste keer was op het dak van de paddock, denk ik, op TT Circuit Assen. Ja. Ja, toen zei ik tegen mijn man van, daar komt de moeder van Enzo aan. Ik ga hem vragen of ze op de foto wil. Ja. Dus, en toen zei hij, ja, natuurlijk gaan we doen. En heel gesprek over dat wij daar op de motor waren en jullie ook. En toen vroeg hij mij van, rij je zelf ook? Ja. Toen zei ik, nou, nee, helaas niet. En ja, door omstandigheden gewoon nog nooit van gekomen, maar ik wil het wel heel graag. En toen zei jij van, je moet het gewoon doen. En dat is een beetje blijven hangen. Ja. Ja, en dat, natuurlijk heeft mijn man al die jaren ook al gezegd van, als je het echt wil, dan moet je het gewoon doen. Mm-hmm. Maar soms is het beter om van iemand anders gewoon te horen. En dat je denkt van, ja, jij bent ook een moeder, je bent ook een vrouw en je hebt het ook op latere leeftijd gedaan. En dat maakt het toch nog net iets meer indruk, denk ik. Ja. Dus ja. Toen begon het wel weer te kriebelen van, ja, wel, niet. En ja, nou ja, uiteindelijk is het dus gebeurd. Ja, want toen kreeg ik een berichtje van jou. Ja. Van Irma, ik heb een motorrijbewijs gehaald. En toen dacht ik, yes, weer een erbij. Ja, klopt. Ja, dat is echt superleuk. Want ik zie net van die ene ontmoeting hangt een foto, hè? Ja. Ik laat het even zien, hoor. Tuurlijk, En dit is zo grappig. Dat vind ik zo leuk. Kijk. Ja. Daar staan we gewoon, hè? Zo leuk dat. Ja. Maar, wil je vertellen hoe oud je bent? Hoeft niet, mag wel. Ik ben 49. Je bent 49. En hoe lang heb je nu je motorrijbewijs? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Ja. Dus toen was je op de laatste dag van februari
Toen was ik 48. Was je 48, ja. Dus op je 48ste. Ja. En waarom heb je niet eerder je motorrijbewijs? Of is daar geen reden voor? Of is het, want het kan natuurlijk van alles zijn. Ja, hè? Jawel. Ja, er is wel een reden voor. Ik heb het vroeger ook al gezegd. En ik stond al op het punt om te gaan lessen met een vriendin. Die zei, we gaan het gewoon doen. En toen bleek ik zwanger. En toen dacht ik, nou, dit is niet het allerbeste moment om dat te doen. Nee. En ik ben ook niet iemand die dan zijn motorrijbewijs haalt. En dan dus ook een motor koopt. En de baby vervolgens wegbrengt naar oma of wat dan ook. En zegt, nou, ik ga lekker rijden. Mm-hmm. Dus toen heb ik dat gewoon laten varen. Ja, uitgesteld zeg maar. Ja, maar ik zat wel al die jaren achterop bij Rijns. Die heeft dan wel heel lang. Ja, zeker. Vanaf zo'n 21ste. Ongeveer, ja, heeft hij zijn rijbewijs. Ja, en ik heb altijd achterop gezeten. En ik heb altijd gedacht van, oh, ja, hoe leuk is dat als je dat zelf kunt. Maar ik had er ook wel vrede mee. Oké, dus maar goed, je hebt hem nu. Ja, eigenlijk, het was wel een triggerpuntje dat ik gezegd heb van nu zet ik het door. Ja. En dat was eigenlijk toen mijn schoonvader overleden was en op de dag van de crematie gingen we uit eten. En toen dacht ik van, straks heb ik het nooit gedaan. En dan zeggen mijn kinderen ook van, ja, mama wou zo graag motorrijden en dan ben ik er misschien niet meer. Ja, en dat zei ik toen van, ja, ik wil het toch wel heel erg graag, maar ik durf het niet alleen. Nee. Ik wil iemand mee hebben. Ja. En, ja, mijn dochter en schoonzoon waren mee uit eten. En toen zei mijn schoonzoon, ja, dat heb ik ook wel een beetje, ik vind het ook heel leuk, maar ja, ik wil ook eigenlijk niet alleen. Toen dacht ik, ja, maar ga natuurlijk niet met mij lessen. Kom op, wie gaat dan met zijn schoonmoeder lessen? Dat is ook wel best gek misschien. Dus toen heb ik mijn dochter gevraagd van, oh, ik wil wel met Arno mee, maar wil hij er ook met mij? Nou, ze zei, dat regel ik om mama. Dus kwamen ze laatst, zei ze ook, ik heb hem gevraagd, hij wil dat wel. Ja hoor, vindt hij prima. En dus? En toen hebben we direct gezegd van, ik ga morgen wel voor een proefles. Ja. En toen hebben we samen proefles gereden. Ja. En toen was het zomervakantie. Toen hebben we gezegd, we zetten het door. We gaan in de zomervakantie onze theorie leren. Mm-hmm. Dan hebben we direct naar de zomervakantie gehaald. En daarna zijn we gelessen. Jeetje. Ja. En vinden jullie het erg om in beeld te komen? Nee? Want dan ga ik even, ik vraag het altijd even netjes. Ik ga dus even de boosdoeners even filmen, zeg maar. De man en de schoonzoon en de dochter. Dus jullie stonden helemaal achter, zeg maar. Jullie vonden het echt leuk. En jij vond het niet erg om met je schoonmoeder te gaan lessen? Nee, helemaal niet. Ik vind dat dus echt super tof. Ik was dat wel heel leuk. Ja, iets om samen te gaan doen. Ja. Want we begonnen beide bij nul. Beide eigenlijk nog nooit echt zelf gereden. Ja. Dus ja, en zodoende, ja. En je hebt inmiddels ook je rijbewijs en een motor. Ja, bijna tegelijkertijd gehad. Super. Dus ik kan me wel voorstellen, inderdaad, als je met z'n tweeën gaat, dan heb je ook stok achter de deur om te gaan. Ja. Als je dat nodig zou hebben. Ja, en ook al helpt het niks dat Arno ergens aan de andere kant van dat terrein rijdt, toch steunde mij dat wel. Ja, precies. Als we heen reden al. Ja. Niemand wist eigenlijk dat we lessen. Omdat, voor mij de druk dan eigenlijk, was ik bang voor dat dat te hoog werd. Dat iedereen zou vragen, gaat het wel goed en heb je hem al en wanneer mag je afrijden? En dat trok ik niet. Nee. Dus hebben we besloten om eigenlijk verder aan niemand te zeggen dat we samen met lessen waren. Dus als we daarheen reden, was ik soms al zo nerveus. Dan zei Arno, ja, ik hoor het dan wel. Je hoort helemaal niet wat ik zeg. Nee, inderdaad. Ik vind het zo spannend. En hoe was je eerste les dan? Dat je echt ging rijden? En superleuk. Ja. Dat ik gewoon dacht van, nou, ik kan dit. Ja, ik vind het leuk. Mm-hmm. Maar ik ben ook direct gevallen. Oké. Dus en ik heb ook helemaal niet nagedacht. De instructeur Erik, die tilde hem weer op. En zegt, en nu? Ja, ik zeg, en nu gaan we verder. Hup, op dat ding en verder. Knap. Ja, maar Arno, die schrok zijn beeld. Die hoort alleen maar klets, bam. En ja, daar lag ik. Ja. Maar, nou ja, dat ging natuurlijk bijna stilstaand. Ja. Een bochtje. En ja, te langzaam, ja, dan ga je om. Ja. Ja, maar ja, ik vind het super knap dat je dan toch doorgaat. Ja, ik ben later nog een keer gevallen, maar ja. Oké. Daar kan zo'n motor tegen, je bent er zelf op gekleed en het ging goed. Het was geen harde smakker. Het bewijst wel dat je motorkleding aan moet. Absoluut. Goed, het was 30 graden, denk ik, toen we gingen lessen. Het is bloedheet met zo'n canvaspak aan en een helm op. En Hans van der Naam, maar het moet. Ja. Ja, nou, dat hebben we nooit. Als je stilstaat, dan doe je wat uit. Precies, vind ik ook. Ja.
En, maar het was dus eigenlijk een beetje een geheime missie, wat je net vertelt. Maar wat vindt nu je familie, je vrienden, wat vinden ze ervan dat je nu je rijbewijs hebt en dat je rijdt? Hadden ze zoiets van, wow, jij? Of verbaasd? Of raar? Of... Ja, ik denk wel dat iedereen een beetje in shock was of verbaasd. Zo van, huh? Oh, is helemaal niet dat je het zo graag wou. Of, waarom heb je dat niet gezegd? Nou, ja, om deze reacties. Moet ik wel zeggen, op het moment dat Arnoud zijn rijbewijs heeft gehaald, toen heb ik het ook gezegd. Ik kan het niet maken om tegen jou te zeggen, dan moet je nog net zo lang stilhouden totdat ik hem heb. Kan nog wel heel lang duren. Ja. Het bleek laatst maar een paar weekjes, maar ja. Oké, dus Arnoud was een paar weken eerder en toen jij. Ja, dus hij was bijna gelijk. Ik denk half januari is hij geslaagd. Ja. Ik zei, nou dan gaan we het nou gewoon tegen iedereen zeggen. De druk is voor mij wel redelijk af. Ja. En we zien wel. En ik zeg het ook gewoon eerlijk tegen mensen van... Niet iedere week vragen van hoe gaat hij nou, wanneer mag jij nu en heb je hem al. Ja. Dus en dat ging eigenlijk helemaal prima. Mooi. Ja. Zou jij het mensen aanraden om op latere leeftijd de motorrijbewijs te halen? Ja, anders blijf je denk ik altijd je afvragen wat als. Precies. Ja. En ook al probeer je het en durf je het niet meer of kun je het niet, weet ik veel, dan weet je ook dat. Ja. Ja. Rijn heeft ook altijd gezegd, want ik ben ook wel eens huilend thuis gekomen, dat ik zei, ik krijg het niet onder de knie, dat achtje. Ik red het nooit, of ik was gezakt voor mijn bijzondere verrichtingen. En zei, ja, als je wilt stoppen, dan stop je. Als het echt niet meer wil, of als het echt een strijd wordt, dan moet je dat niet doen. Maar nee. Nee, want dan heb je het... Ja, kom op zeg. Ja, nou ja, maar goed, het is maar ook... Dat is voor mij. Ja, je kunt ook zeggen van, ik heb het geprobeerd, ik weet niet wat het is en het lukt me niet. Als iemand echt zegt, ik kon het niet of durf het niet meer, snap ik ook. Ja, ja en maar... er is niks mis mee. Maar jij bent ook wel eens huilend thuis gekomen. Ja. Wel eens huilend heen gegaan. Ik dacht, ik vind het zo spannend, maar... Ja hoor, ik zeg wel bloed, zweet en tranen, maar nou, bloed niet. Nee. Zweet en tranen. Absoluut, ja. Ja, het achtje had ik ook. Ja, en toch met het examen. Doe je ik deed hem één keer mis. En zei ik tegen die examinator, wacht even hoor, dit kan ik beter. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Zei die, ja, dat geloof ik ook wel. En toen zei hij van, doe nog maar een keer. En toen, en toen deed ik hem goed. Toen zei ja, ik wist het wel, je kan het wel. Ja, ah, dat was mooi. Wel een keer dat ik het haalde. Dus. Ja. Dus, maar je bent één keer gezakt? Twee keer gezakt? Ja. Ah, dan is het dubbel knap dat je doorgaat. Ja, zei ik al, bij de derde keer dan stop ik wel. Maar nou, toen had ik hem. En toen ging, dat moest ook gewoon zo zijn. Toen kon ik het gewoon. Ja. Nou, ja. Toen had ik hem onder controle. Knap. En toen wist ik vanaf eigenlijk de eerste oefening, het is goed. Ja. Ja, zo moet het zijn. Het voelt goed. En, en heb je er nou achteraf, iedereen denkt verschillend over spijt. Ik bedoel, spijt is wat de koe scheidt. Ja. Maar heb je spijt dat je het pas op latere leeftijd, of heb je zoiets van... Ja, toch dat wel. Heb ik wel eens gezegd. Ja, van had ik toch maar... maar ook de instructeur zei het wel. Leeftijd speelt absoluut een rol. En dat zag ik nou ook omdat ik met Arnoud leste. Arnoud die kroste daar van links naar rechts om me heen. Die draaide een rondje om en ze zei, hoe kan dat nou dat hij dat zo doet? En ik struggle hier verschrikkelijk met dat zware monster. Ja, dan zei hij, ja, maar dat is wel leeftijd. Jij weet heel goed wat er kan gebeuren. En ja, dat is toch een stukje angst wat je helaas een beetje meekrijgt als je ouder wordt. Ja, je ziet misschien meer gevaar. Ja. Dat ik achteraf wel dacht van, ja, had ik het toch maar eerder gedaan. Maar ja, dat helpt niet meer. Dus, nee, je hebt er niet. Ik zit nou maar dubbel van. Ja. Maar goed, wel, advies is wel van... Hoe eerder, hoe beter. Hoe eerder, hoe beter. Ik zeg altijd bij twijfel niet doen. Maar in dit geval zou ik wel zeggen van... Als je twijfelt, nou, begin er dan al van staan. Ja, precies. Ja. Leuk. Rijd je heel veel? Of gebruik je hem als bijvoorbeeld als woon-werkverkeer? Ga je op vakantie? Ga je weekendjes weg? Of alleen blokje om de kerk? Of een rondje om de kerk? Ja, of... ja dat vooral. Nou. Ja, nee, ik rijd niet heel veel. Mm-hmm. Ja, echt als ik denk, het is nu even leuk weer en ik heb er zin in. En ja, een beetje in de buurt. En we zijn een keer naar een oom en tante op de camping geweest in Overijssel. We zijn een keer naar Sneek gereden, dat soort ritjes wel. Maar niet heel vaak. Nee. Nee. Gaat niet op vakantie naar Duitsland of zo? Of niet op mijn eigen motor. Nee. Vorig jaar zijn we dan voor het eerst op Rijnse motor. Met z'n tweetjes naar de Alpen geweest, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, België, Nederland. Ja. Geweldig. Wouden we dit jaar weer. Maar helaas kregen we voordat we weggingen heel erg last van zijn nek en zijn rug. We zouden een rondreis door Denemarken maken. Oké. Okay. Ja, maar toen hebben we gewoon de auto gepakt. Ja. Hetzelfde rondje eigenlijk gedaan. Maar dan zit je dus achterop. Dan zit ik achterop. Ja. En dat heeft ook wel weer voordelen. En vind ik ook nog steeds gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja.
lekker gezellig. En dan kan ik af en toe een zijknijp zo van, ah, leuk hè. Ja, precies. Ja. Dus jij wisselt echt af met zelfrijden. Ja. En hier doe je zeg maar de ritjes door Nederland. Ja. Nou, leuk. Ja. Iedereen doet het op zijn eigen manier, zeg ik altijd. Dus, ja, en het is inderdaad vaak gewoon een uurtje in de buurt. Ja, maar heerlijk. Ja. Een uurtje genieten. Ja, precies. Dat wel. Ja. Nou ja, we komen eigenlijk aan bij welke motor heb je? Waarom heb je die motor? Want we gaan hem straks natuurlijk bekijken. Dat doe ik echt als laatste. Maar een Yamaha XJ6. Oké, en waarom? Omdat ik daar ook op gelest heb. Ik begon met een Honda. En dat was vrijwel dezelfde motor. En toch, toen ik overging op deze lesmotor, dat moest bij de rijschool, toen dacht ik, oh, wat één, weer een andere motor. En hij voelde direct zoveel fijner aan. En toen zei ik van, dit voelt veel beter. En de instructeur zei, dat kan niet, want het is bijna dezelfde als die Honda. En eigenlijk vindt iedereen die veel fijner nog weer, maar ik zei, nou, dit is hem. Ik voel hem, ik lees hem, ik lees wel bij mij. En alles ging goed toen. En ja, even later haal ik dus ook mijn examen gewoon. Ja, hij paste je. Ja. En toen heb ik gezegd van, dit is mijn motor. En toen heb je hem... Want hoe oud is deze die je nu hebt? 11 jaar. 11 jaar? Ja, toen heb ik tegen mijn man gezegd omdat ik mijn hele leven zei van ik ga, als ik ooit ga rijden, een racer rijden, want dat vind ik gewoon mooi. Mm-hmm. Qua uiterlijk. En toch, zei ik op een dag van, vind het heel gek dat je nu naar dit type motor gaat zoeken. Mag misschien ook wel een ander merk zijn of zo, maar wel een beetje in deze stijl. En zei, ja, vind ik heel gek. Want dat heb je nog nooit eerder gezegd. Maar ik ga het wel doen. Ja, precies. Ja. Dus helemaal van gedachten veranderd doordat je bent zelf gaan motorrijden. Ja, ik ben er wel een beetje verliefd op geworden tijdens lessen. Ja. En niet speciaal een Yamaha omdat je Yamaha-fan bent? Of, want ik klein zie beetje. Hier, ik zie hier Rossi, Tribune, Assen zie ik. En dat is een leuke bijkomstigheid gewoon. Ja, oké. Okay. Yamaha is waar ik dan op moest lessen uiteindelijk. Ja. Ja, en dat ik dacht van, oh... Ik wil ook wel heel graag een Yamaha, want Rossi heeft er ook een. Ja, je bent wel echt een Rossi-fan. Ja, ik ben wel echt een Rossi-fan. Ja, precies. Ja. Leuk. Dus, maar het kan ook maar zo zijn dat ik met een paar jaar zeg van, we nemen een compleet ander merk, Suzuki of Ducati, ook geweldig. Ook geweldig. Als ik hem maar mooi vind. Ja, dat is wel het uiterlijk ook. Ja, het is bij jou meer het uiterlijk en hoe die Ja, hoe die zit, rijdt, nou, daar moet ik er dan maar mee doen. Mm-hmm. Maar als ik hem maar gewoon bloedmooi vind. Ja, oké. Okay. En die je nou hebt vind je bloedmooi? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Je ziet hem zo. Precies. Dan heb ik nog één vraag. Is er nog iets bijzonders? Heb je iets bijzonders meegemaakt? Of wil je iets kwijt? Of het maakt eigenlijk niet uit. Wat ik nog niet gevraagd heb en waar je denkt van... Nou ja, je hebt mij natuurlijk een berichtje gestuurd toen ik die oproep deed. En misschien wel met de gedachte van... Nou, maar dit wil ik in ieder geval haar vertellen. Als ze mij niet vraagt, dan wil ik dit nog kwijt. Nou, wat ik kwijt wou, dat heb ik dus net al verteld, dat ik gewoon samen met Arnoud gelest heb en dat ik het überhaupt deed gewoon. Ja. Dat ik toen dacht, nou, we gaan het gewoon doen. Ja, dat is bijzonder en het blijft bijzonder en dat het stiekem was natuurlijk ook wel een beetje. Mm-hmm. Dat maakt het extra spannend. Ja, dus dat is echt dat je het überhaupt gedaan hebt en dan samen met Arnoud. Ja, want hele bijzondere ritten of iets heel geks, nee, heb ik nog niet echt meegemaakt. Nee. Dus. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar ik vind het elke keer weer bijzonder. Als ik erop rijd, dan denk ik wel eens spannend. Ja. Na 100 meter denk ik, ik kan het gewoon. Ja, ik doe het. Is zo lekker, ja. Ja. Ja, ja dat herken ik wel heel erg. Of als motorrijders je groeten, dat je denkt van, ik hoor erbij. Ja, precies. Dat is mooi, hè? Ja. Ja, dat groeten van motorrijders. En als je ergens, heb je dat ook wel... Als je bijvoorbeeld even ergens stopt en andere motorrijders of motorrijder, dat je dan gaat praten. Want dat heb ik altijd. Met motorrijders. Dat je met elkaar... Ja, precies. Ja, dat contact is er direct. Ja. Ja. Maar ook al zit ik niet op de motor, stap ik uit de auto, dan loop ik er zelf al wel heen. Ja. Dan zeg ik al vaak, oh, mooie motor of lekker de motor. Ja. Precies. Ja, leuk. Ja. Dan wil ik je heel erg hartelijk bedanken voor dat je mij het berichtje hebt gestuurd, dat ik hier nu zit bij jou, dat ik lekker aan de koffie zit natuurlijk. En voor je leuke, inspirerende verhaal. Want dat is een beetje de bedoeling achter deze video's. Ja. Dat je verschillende mensen laat zien van waarom ze motorrijden. En nou ja, misschien... Als je twijfelt, doen. Hé, hey, dat vind ik een heel mooi einde. Ja. Dankjewel Monique. Graag gedaan. Ja, dat kan wel zien. Ja, maar. Dat is heel mooi. Ja, we moeten er natuurlijk wel even heel goed in, hè? Nou, wij gaan zometeen weer verder op de motor, maar
ik ga natuurlijk niet weg voordat ik de motor heb laten zien van Monique. En ze staat er al bij. Dit is hem. Ja. Vertel. Nou, dit is mijn Yamaha. Ja. Waar ik heel blij mee ben, ook al is hij al 11 jaar oud. Hij is 11 jaar oud? Ja. Oh, maar hij ziet er mooi uit. Ja. Nou, we zijn niet echt van die poetsers, mijn man niet, ik niet. Maar voor vandaag hebben we hem natuurlijk wel even schoongemaakt. Oh, dus hij is voor vandaag zo mooi. Ja, 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 ja. Nee, maar hij is prachtig. Ja. Hij is echt... Ja, dat is mijn beauty. Super. Ja. Hij staat je, hè? Dus, ja, dus ook dat is ook echt. Dat vind ik altijd zo mooi om te zien. Dat als iemand een motor uitkiest, zeg maar, koopt, hoe je het ook maar noemen wil, dan past het. Ja, ja. Hij past je. Hij is mooi. Ja, ja, ben er heel blij mee. Ook al vind ik het nog steeds wel spannend om iets te doen op de motor, een bepaalde route. Of... Ja. Ja. Nou ja, maar dat maakt niet uit. Je rijdt. Ja, en door te doen, dan overwin je het. Precies, ieder rijdt op zijn manier, zeg ik altijd. Ja. Ja, toch? Ik maak even een mooi rondje. Doe maar, ik ga eraf. Hij is wel mooi hoor. Mooi hè? Ja. Hij staat Monique. Ja. Hij past Monique. Ja. Ja, terwijl ik voor die tijd altijd heb gezegd van, nou, ik denk niet dat zo'n motor iets voor mij is. Nee, hè? Toen ik erop leste, dacht ik, dit is hem, ik hou hier gewoon een beetje van nu. Ja, ja, ik vind hem heel mooi. Ja. Echt super. Ja, want ik heb ook gelest op een Honda. En dat beviel eigenlijk veel minder, terwijl dat eigenlijk bijna eenzelfde soort motor was. Oké. Okay. Toen ik deze kreeg... de lesmotor, zeg maar, dan op race. Toen dacht ik direct van, dit voelt veel fijner. Ja. Dat is het. Ja. Ja. Heel mooi. Wij gaan weer weg. Deze blijft hier nog een poosje. Ja. Ja. Nou ja, daar staan die van ons. En wij gaan die kant weer op. Super bedankt. Voor alles. En wij gaan elkaar wel vaker zien. Ik wil zeker. Ik ook. Ja.